was 16 jaar en ik werkte thuis op een boerderij. En in de middag, nodig was het wie doen, Henk, van de veldwachter, van mijn bellen uitbellen, dat iedereen van 16 tot 35 jaar zich moest zo spoedig mogelijk verplaatsen op bevel van de regering naar Poperingen. Wanneer het Duitse leger op 10 mei 1940 België binnenvalt, heeft ons land een leger van 600.000 soldaten. De regering verwacht een jarenlange oorlog die de inzet zal vergen van alle beschikbare mankracht. Nog dezelfde dag beslist ze de werfreserve te mobiliseren. Het zijn de 200.000 jongens van 16 en 17 jaar die nog niet dienstplichtig zijn. En de zowat 50.000 jonge mannen die uitstel of vrijstelling hebben verkregen. De Vlamingen moeten zich melden in de speciale recruteringscentra in Roeselare, Ieper en Poperingen. Op het platteland doet de belleman de ronde. U ziet daar het gemeentehuis en het politiebureau was daarnevens. Kwam vader, dat was de champetterie van het dorp, Beverwaas. Die kwam met de bel in de hand uit die straat daar en begon te bellen. En de oproep die hij deed, ik heb dat zo nog gereconstrueerd, wat hij werkelijk zei, bericht aan de bevolking. Op bevel van de regering moeten alle jonge mannen vanaf 16 tot en met 35 jaar, welke geen legerdienst gedaan hebben, zich zo gauw mogelijk naar Ieper begeven. Eten voor één dag en een deken meenemen is wenselijk. Wij vielen onder de militie, wat evenzeer wou betekenen dat zij die bedrog gewoon doen en thuis blijven, zich de gevolgen, die zich aan de gevolgen zouden moeten onderwerpen, dat de militie voorschrijft. En dat betekende in oorlogstaat aanzien worden na 3 dagen afwezigheid door de deserteur. En deserteur in oorlogstaat betekende de dood met de kogel. Niet meer of niet minder. Bijna alle jongeren geven gevolg aan de oproep. Het treinverkeer is ontredderd en de meeste vertrekken in groepjes met de fiets. 2 miljoen burgers vluchten westwaarts. Moeder, ja, die was niet bekwaam voor veel te vertellen. Vader, dat een oud strijder was, maar die nogal zeer timide was, was ook sterk onder de indruk. Ik heb daar een kruisje gekregen. Mijn vader heeft gezegd, voilà, mijn zuster was er omtrent. Zou je zuster geen zoen geven, want misschien hoe lang zal het duren dat je ze nog ooit terugziet. Het was de eerste keer dat ik een meisje gekust heb. Ik was mijn vader zijn lieveling hier. Hè. En mijn vader stond te kijken en te schreeuwen als ik op een stoel was. Hè. En ik kon op mijn stoelken, en de spemper nu even loopt. En op mijn stoelken ook zo'n ronde valiezen waarvan dan dat leren, dan de soldaten vroeger doen. En daar is zo'n ruurzorg rondgerald. En zo worden we vertrokken. We hadden gewoon ons zondagse kostuum aan, ons beste kostuum. Want je moet toch een keer denken, je moet bij de mensen komen. En je moet toch een beetje zindelijk zijn. Zo vatten onze ouders dat op. Hè. We moesten toch een beetje proper zijn. En dat proper zijn, dat heeft 2 dagen geduurd en dat was hier in de mist. Ja. Tante Sylvie, ook van de familie, die zei, ach jij, onze Cyril in Doek, want die is nog maar 16, juist 16. Houd hem goed in Doek dat er niks verkeerd mee loopt, van ongelukken of zo. En ik was zelf maar 18 jaar. Je moet weten, we moesten de eerste kleine baantjes pakken, want de grote verkeerswegen die waren bezet door de legervoertuigen. Daar hebben we, er kon niet geen vliegtuigen, dat ze vliegtuigen zien overkomen. En dan moesten we dan wel in een gracht drukken, dat was ons. Onze eerste onbeschermde zaak dat we tegenkwamen. Hier die minder vliegtuigen die vlogen daar vlak over onze kop. En dat afweerde goed, die granaten die ontploften waren allemaal. En de gesoors van die schrapnels, ja, dan hebben we wel diep in de recht gezeten. De mensen stonden daar te kijken zoals naar een wielerkoers. Die stonden allemaal aan de deur en op een ogenblik word ik uit de rang getrokken door een vrouwtje en die zegt,
Maar jong, jij zit veel te klein om naar de oorlogen te gaan. Je moet bij je huis blijven. We kwamen dus hierin, ja, door de stroom meegesleurd. En inderdaad, daar aan de buitenkant aan de muur, dat was in Schraag, een lange tafel dus. En daar zaten vier gegradueerde officieren of onderofficieren achter die tafel. We ondervonden dat er natuurlijk woorden worden. Ja. Maar waar gaan we dan sluiten, broer? Op onze vraag zeiden ze hier lekker niks. Dus ga je hier veel plaats vinden in de kerk. Heel de vloer, die was, dat was allemaal stro. En helemaal die ruimte, die gigantische ruimte hier was gevuld met sukkelaars, met dompelaars. De gezinnen die met hun kinderen aftrekken hadden, vuil, onverzorgd, schreiende kinderen. Dan opdringen en opdringen de menigte, dat ook maar binnen kwam, ja, zoals wat. Die plaats moest verdedigd worden, dat was ruzie, dat was... Pas op, hier niet, dat was ongelooflijk. Dan hebben wij gezegd, zo kan het niet zijn, hier gaan we zullen onze plan trekken. Dan hebben wij deze verschrikking verlaten. En dan zijn wij terug naar dezelfde plaats getrokken, in Vlaanderen, waar we de vorige nacht vertoefd hadden. Om dan naar de straat te gaan, de volgende dag, om 11 uur. Dan zijn we hier door die deur gekomen en we zagen hier een goederentrein staan. Ik dacht eerst dat we met een schoenentrein naar Frankrijk gingen. En ik zou graag aan het venster gereden. Dat waren allemaal biestenwagens. Maar van vertrekken was geen sprake. Wij stonden daar. De zon was hier goed weer. Overdag was dit, het was koud. En die zon die brandde erop, dat was warm. Sanderas was hetzelfde. En de volgende dag zijn we eventjes vertrokken. En dan zijn we misschien een drietal kilometers buiten de stad gereden. En we dachten, nu zijn we weg, het is gebeurd. Maar dan die donkere, als die schuifdeuren toegingen, dan zat dat ineens in een donkere hok. En dat was dan toch wel een opluchting, we waren weg. 3 kilometer verder, of nog niet, over die wisselen er allemaal, gedaan. Daar stonden we. Daar hebben we 3 of 4 uur gestaan. Nadat iedereen een boodschap gedaan had, in een lampenveld of in een biertenveld of zoiets. Want er waren menselijke problemen ook. Hè. Maar dat bent zo, hè, als je zo. Maar we zaten al van gisteren, hè, van toch ervoor niet. Van de beloofde opvang door het leger komt niet veel in huis. De ontgoocheling is groot. De ironie wil nogthans dat de jongeren van de werfreserve het best gekend zijn als de Kraps, naar de Franstalige benaming van de recruteringscentra. Het gerucht loopt dat Frankrijk de bestemming is, maar aan veel grensposten mogen ze niet eens door. Toch overschrijden ze met zo'n 200.000 de Franse grens, de meeste met de fiets. Het was een evenement dat wij in Frankrijk kwamen. Hè? Oh ja, we de eerste keer in Frankrijk voor jonge gasten. En we hadden dan goed van huis geweest. Dat was een beetje van kwamen in het Oost Paradijs. Maar dan kwam de werkelijkheid, hè? Daarachter. Hè? Maar daar waren we toch zo verstandig van bij die consult te gaan in Roubaix. En vragen... Wat we moesten doen als Belgen, als jonge mannen, we worden opgeroepen van het leger, van de Belgische staat, wat moesten we van doen? Zo, die pakte zijn verantwoordelijkheid, die nam zijn verantwoordelijkheid. Die zei, jongens, ik mag het veilig niet zeggen, maar je moet naar Rouen, daar is het verzameld centrum. En zeg dat voort op een zwijgen, hè? Je kent dat. Hè? Maar dat was hier de route van vluchtelingen, hè? Moest je de stroom volgen, hè? Je wist waar je niet naartoe zijn. We wilden ze altijd meedreven. Hè? En onder de boenen sliepen, worden in de boer naar schuren. Gewoon vroeger dan we moesten in de schuren slapen. Hè? En dan moest naar boven naar een struur slapen, maar koest wel niet slapen. Hè. De vliers kwam erover en die sirene hangt. Maar ze bombarderen niet. Hij kon daar geen uur toe. Maar we worden een kamerot kwijt, quasi in de weer van bij ons. En was met die knecht van de garage was er in dat café, in dat schuurcafé, bij die schone meisjes. Zonder steden op de moor stond, kwam hij toe. En nog geen rode kat meer zijn de zaal. We zijn daar toegekomen ongeveer 5 uur in Dunkerque. Daar lagen daar schepen, dat weet ik nog. Die ijskronen die worden nog van die schepen, die scheepskronen die worden door alles ontzogen, gelijk een stofzuiger. Sieps, enfin, sieps niet, maar rupswagens en heel de zeven van het Engels leger. We waren ongeveer 20 meter al opgeschoven. En op dat tempo zouden we zo ongeveer tegen een uur of 10 s'avonds op dat schip kunnen zijn. Maar ze zijn wel eens niet gekomen. Dat was dan het eerste bombardement. De sirenebost, de loeien. En waar? Zijn dan alles over de kop van die kolen gevlucht. Die ozen, die moesten branden allemaal. Die autochtone mensen,
die kwamen eruit gelopen roepen op hun uitbestanden die dan misschien er links hadden. En dan liepen de kinderen rond, dat schreeuwen. Maar er is allemaal genoeg voor dat. Dan had ik het ook. Ik zie er nog altijd een lopen, die helm, dat zwier, dan leidt er een. Die weggeslagen licht. Dat is te veel om te vertellen van, dat zijn allemaal van die zaken. Ja, in die moment zit er niet. Daarna zit er dan in acht met die zoveel de beiders. Met angst in dogen kwamen vluchtelingen ons melden dat de Duitsers in hun omtrek waren. Door binnenwegen, vrezend achter iedere haag een Duits te zien verschijnen, reden we stil en traag door tot we een dorp bereikten. We waren er pas uit of daar doemden twee Duitsers op, elk twee revolvers in de hand. Ze schreeuwden ons, Franseusische soldaten in dem gehulst. Dan begon er een te schieten naar het dorp. Een ogenblik meenden we dat we tussen het vuur van beide kampen zouden zijn, maar vanuit het dorp werd niet geantwoord. Dode mensen langs de weg hinderden ons niet. We stapten erover. We eten en zingen maar voort van de Siegfriedlijn. Het is of we nauwelijks naar kijken. Zo gewoon zijn we reeds aan de dood. Wij, die vroeger bijna geen doden hebben gezien. En heel die verandering in 3 dagen. Oorlog kan veel doen. Op 14 mei forceert de Weermacht de doorbraak bij Sedan. De Duitsers beginnen aan een omsingelingsbeweging langs de Somme. Op 20 mei valt Abbeville. De geallieerde legers ten noorden van deze lijn zitten in de val. Voor Abbeville, stop me voor de nacht door te brengen. Ook zoiets in een krocht van een schuur. En om 10:30 s'avonds wordt er op de deur geklopt. Het was al donker en zo. Een Belgische officier. Jongens, de Duitsers hier. We dachten, ja, die is gek geworden, die mensen. Die heeft in een bombardement gezeten. Die is gek geworden. Hè. En ze zijn doorgebroken in Dardenne en alles is afgesneden. Nordien hebben we dat wel gehoord, dat hij in Sedan doorgebroken was. Komen buiten en op de straatweg staat er vol tanks. Verdikken, dat zullen misschien tanks zijn van de Engelsen die het tegenover. Ja, was met kruis erop, swastika. Verdikken, ja, schrik aan ons hart. Hè. Die waren in het zwart gekleed, die tanksoldaten. En die officier zei, kom, pak in en volg mij. En ik heb hier stafkoort erbij. En we zullen langs kleine wegeltjes zullen proberen van de Franse linies te bereiken. En we zijn er over die bruggen van de Somme geraakt. En zo terug in de Franse lijnen. Sommigen steken te voet de bij laag tij doorwaadbare Sommemonding over. In totaal zijn voor 21 mei zowat 150.000 jongens over de stroom gekomen. Voor velen een eerste kennismaking met Normandië. Met Étrepagny te bereiken zijn we nu in het departement Eure, dus in Normandië. Het landschap dat we deze morgen doorheden was ook verrukkelijk geweest. Nu rijden we tussen de zo vermaarde appelbomen van het schone Normandië. Op enkele kilometers van Les Andelys rijden we door een prachtig woud. Hoe fris is het onder de machtige eikenkruinen. En dan opeens een prachtig onvergetelijk zicht. Les Andelys in de diepte. Verder de Seine met aan zijn oevers merkwaardige middeleeuwse burchten. En daar zagen we voor de eerste keer de zee. Ja. Waar? In Le Treport. Want wij hadden nog nooit de zee gezien. Hè? Dat was gewoon met onze fiets rond het dorp. Al is dat een kermis of te sleek hoor. En daar houdt het mee op. Allee, we stonden in bewondering van het kanaal he, daar. He. En die Belgische officier zei, ik zijn zin is van Mille naar Engeland te gaan. En er lagen schepen, passagiersschepen, maar die werden er ongevallen van de stukas, gemitrailleerd. Er niet op of we zijn er aan, hè. Allee. Dat niet gedaan, dan diep gepasseerd. En dan kwamen we in een klein stadje Old. En daar gingen we dan baden, aan de zee, zoals je zei, bootje baden, ja. En dan zijn we daar aangeaden voor parachutisten, Duitsers.
Die Fransen die kenden dat niet, die vroegen onze paspoorten, dat was allemaal Nederlands. Die landstallers, die verstonden daar geen snars van. Allee, wij werden, zullen ze aanzien, als parachutisten. En dat heeft daar geen haar gescheeld of wij zijn er gefusilleerd geweest. De krab die wist dat Rouen, dat we er naartoe moesten. En we zijn vandaar gekomen met onze fiets. En we werden daar opgevangen door de Belgische Rijkswacht. Die stonden zo, stop. En daar stonden Belgische soldaten met vuurhamers. En we moesten de fietsen afgeven. En die werden daar kapotgeslagen. Bergenoeg. Maar ik had dat gezien daar. Ik zeg, ik kom mijn fiets verkwatsen. En ik heb er nog 100 Franse frank voor gekregen. Dat was er allemaal platte beton. Stroo was er niet. Dat was van trek tot plan. Hè? Wij zaten er langs de kant. En we moesten mijn sloot niet schrijven. Ging er op dat bureau. We moesten mijn sloot niet schrijven. Iedereen van ons die allemaal ons paspoort gepakt en allemaal er naartoe geweest. Toen zijn we vandoor blijven wachten tot als het een tour was voor naar de stootje te gaan. We zijn toen langs daar weer buiten gegaan. Allemaal nog niet in. Dat ging nog niet in. Hè. Dat zat er al vol vluchtelingen. Dat zat er vol. En die ging nog niet in. Hè. En moest worden stroom volgen. Tot onder stootje. En daar onder stootje, hè, waar in de stoten, die konden vliegen staan en smeten luchtballen uit. Hè. Hier hebben we in de afternoon weer niets geworden meer zaten. Hè, voor de oven. Hè. Ze smeten luchtballen uit. Hè. En heel Rouen dat was verleerd. Waar er geen bommen smijten. En niemand kruipt achter een ander langs de muur. Niemand kruipt de zon onder een ander. Hè, met ons pakje boven ons hoofd. Met ons valies boven ons hoofd. Hè. De evacuatie van de werfreserve verliep tot in Rouen in de grootste verwarring. 250.000 man breng je niet in veiligheid zonder plan, omkadering, transportmiddelen en ravitaillering. Regering en legerleiding schoten in dit alles tekort. Pas op 15 mei kreeg de werfreserve een eigen commandant in de persoon van de oude luitenant-generaal ridder Cellier de Moranville. Hij komt op 16 mei in Rouen aan. De Franse generalenstaf heeft dan al besloten de Belgische jongeren over te brengen naar het zuiden. Ze zullen er verdeeld worden over de militaire regio's van Toulouse, Nîmes en Montpellier. En we werden onmiddellijk overgeladen in wagons met aanduiding Wispel au Cagantan. Maar dat waren wagons zonder schokdempers, hard over de sporen. Daar waren 4 venstertjes in. Venstertjes, bij wijze van spreken, 4 valven die we konden openen. Dat was kennelijk ter hoogte van de muil van de paarden. Plezierig was het daar niet in, dat kan ik u verzekeren, want we lagen daar met meer dan 40 mensen in. Ja, we waren nog jong, hè. We waren nog niet beschouwd als volwassenen waarschijnlijk. We wisten eigenlijk niet wat er gebeurde, we wisten niet waar we naartoe gingen. We wisten dat we naar het zuiden reden, maar nu en dan meldde men, er is een bombardement, hè. Dan moesten we stilstaan. Dan werd er weer wat gereden, dan werden we op een zijspoor gezet, dan werd er weer wat gestopt. Dan tegen de avond konden we weer wat verder rijden. En kwestie van eten, ieder moest een plan trekken met zijn broden en met zijn sardinen. We riskeerden het af en toe wel eens de trein uit te springen. En zo heb ik ooit geweten dat ik een brood onder de arm had, een stokbrood. En dat ik ongeveer 5 kilometer achter de trein gelopen heb om hem toch in te halen. Ik wist uiteraard dat hij aan iedere seinpaal ging stoppen. Maar die fatale dag was in verschillende seinen voorbijgelopen. Ja, als je een commissie moest doen, dan moest je van de trein als je wel, dan moest je als je de trein hangen. Hè. Horijn, maar hij koest naar het toch wel aan tot dan de trein kan stoppen. Het, hè. Op 21 mei komen de eerste treinen aan in de Zuid-Franse steden. Cellier de Moranville, chef van de werfreserve, vestigt zijn hoofdkwartier in Toulouse. In deze stad laat hij de eerste kantonnementen inrichten. In het stedelijk sportcomplex en in de scholen van de stad. We waren met een, naar mijn schatting, een 200-tal in die school hier.
die omkadering. Er was wel iemand, een militair, die ons zei, neem plaats in de klasse. We schoven de banken opeen. En we trachten ons dan een plaatsje te bemachtigen. De dokter, we moesten ons ontkleden, broek af. De dokter beklopte ons borst even. Vroeg of dat we een breuk hadden. En dat was voldoende om te zeggen, goed voor de dienst. De eerste bedeling van brood was een korst brood en een blikje paté dat we moesten delen met 4 mensen. En dat heeft wel nare gevolgen gehad. Een stormloop naar de wc's. En dat was niet al te smakelijk. 2 pedalen noemden we het waarop we moesten ons voeten zetten en dan de behoefte doen. Maar ja, doorspoelen, dat ging niet. En de ene deed het op de pedalen, de andere voor de pedalen. De deur nog gesloten, maar de volgende sloten de deur zelf niet meer. En dat was een vuile brei waarin je maar moest trappen en zien over te trappen. Vooral de eerste dagen mochten we vrij buiten gaan. En we verkenden uiteraard de stad. Vrouwvolk was er veel. Na een zekere tijd hoorde we zeggen dat gans Parijs naar Toulouse kwam. En dan hoorden we ook de toelichting van de oeren van Parijs zijn allemaal naar Toulouse gekomen. Er zijn er zelfs die wisten waar ze zaten. Rue du Canal, dat scheen de geschikte plaats te zijn waar dat ze waren. En in Rue du Canal was er dan nog een uitzonderlijke cinema. Het cinema de cochon. Het was niet het cinema de cochon. Het was cinema de cochon. Daar werden filmen gegeven, zei men ons. Hetgeen wat nu pornofilmen zou noemen. Maar dat woord kenden we in 1940 niet. 28 mei, in de ochtend, meenden wij ook weg te gaan. We zijn er. We zijn zelfs buiten geweest. Maar tegen de middag aan was de houding van de Fransen zo vijandig dat we stilletjes terug, gelijk muizetjes in een holle gingen kruipen, dekking zoeken in de school. De Fransen zeiden ons dat de koning Leopold ons hun verraden had, dat wij ook de traitor waren, dat wij de Bosch waren en dat we derhalve maar best de plaats poetsten. Onderling zeiden we, als koning Leopold gecapituleerd heeft, dan is er zeker reden toe. Dat moet betekenen dat België platgewalst is, dat alles verwoest is. En dat begon ons af te vragen, maar wat met ons familie? We kregen geen nieuws uiteraard van ons familie. Leefden onze ouders nog? Dat was een onrust, een neerslachtigheid tussen de jongens. Er werd niet meer gesproken bijna, gelachen zeker niet, maar zelfs niet meer onderling gesproken, tenzij altijd die vrees, wat gaat er met ons nu nog gebeuren? Als we hier toekwamen, krioelde het hier. Het was eerder een mierennest, zou ik zeggen. Binnen werd er geslapen op een zaal op de verdieping en ook op een benedenzaal. Anderzijds was er ook mogelijkheid op de trappen en in het drooggelegde zwembassin. In de ene zaal lag er stro, meer kaf dan stro. Het rook er geweldig. Ik heb één nacht in die zaal doorgebracht, maar het was niet de oude. Rond 4 uur moest ik er buiten gaan van de walgelijke reuk, van het zweet. En wellicht ook nog wat van ander. Als we dachten, we gaan buiten slapen, beter in open lucht dan in een muffe zaal, was het bitterkoud. Dan liepen we te bibberen met ons deken over ons schouders om een beetje te verwarmen. Was er iedere dag eten? Nee, niet iedere dag. We zijn zeker 2 dagen geweest dat we werkelijk niets gekregen hebben. Vanuit Toulouse, Nîmes en Montpellier worden de jongens overgebracht naar kantonnementen op het platteland van de Gers, de Gard, de Hérault en de Haute-Garonne. Alleen in de grote kantonnementen is er altijd een officier of onderofficier, een verlaten pottenbakkerij
een leegstaand huis, een schuur, niets is te min als verblijfplaats voor de Kraps. We lieten alles gaan. Wat ze met ons deden, speelde geen rol meer. Wat is ons dan in een bak gestoken en een mitralis voor, dat was goed gegeven. Dat moet maar kosten slapen. En nu, jongen, ja, dat is juist. Ik heb zo het gevoel, er is zo'n likje van Marleen Dietrich. Ik weet niet of je het kent. Dat is, waar zijn die soldaten in? Waar zijn ze gebleven? Dat gevoel heb ik nu. Ik sta hier alleen. En anders waren die allemaal jonge mannen en is niks meer. Hier is de poort. Van de noemen ik dat je kon gaan werken bij de weengoudboeren, dan konden bij die mensen wat eten krijgen. We kregen dan een kaskroet mee. En dat was maar dat weer verorberd tot en met. En die kazen die erbij waren, dat was een dessert, dan hebben we hier kazenleren eten, goede kaas. Ik zal er nog eens een anekdote vertellen, hoor. Dat schiet mij juist in mijn gedachten. Als het regent hier. En we waren juist aan het werken bij een boer. En dan kon hij niet meer werken, dan begint het regenen. En de boerin die zei het. Ah, zei ze, god, dikker in de rotse escargots. Of in de weengaarden, weengaardslakken trekken. Ja, wij wisten van weengaardslakken, nu kennen we dat allemaal. Maar in een tijd een weengaardslak, wat was dat? Hè? Die krekels. Allee, we gingen die krekels trekken, dat waren hele grote krekels. En we brachten die bij de boerin. En die mochten die klaar. Wie in tomatensaus. En wij wisten niet hoe we die moesten eten en zo. Hè. Ze leerden ons dat. Meneer, ik heb er zo'n 36 opgegeten. Kun je voorstellen? Zo smokte dat. Ik heb een dag in de schuur gelegen. Hè. En in de noede geween erbij. Hè. Kost me niet meer verzetten. Hier ziet u een groepsfoto. Ik in schootsuniform. Dan twee jongens. Van Geel, ook Schoots, maar die waren in burgerkledij. En dan twee jongens van het dorp. Hier heb ik een foto. Ik in het midden. Twee meisjes van het dorp. En dan die tweelingbroers van Geel. Hier heb ik de eerste brief die toegekomen is thuis in België. Beste ouders, lieve broertjes en zusje. Met de innige hoop van met u in briefwisseling te treden, begin ik deze brief. Eerst en vooral, ik ben in uitstekende gezondheid. Je verstaat natuurlijk genoeg dat wij de plaats waar we ons bevinden niet mogen bekendmaken. Dat was op uitdrukkelijk bevel van de Belgische officieren. We hebben goed eten en slapen. We zeggen dat, ik heb dat geschreven voor ze niet noodloos ongerust te maken. Jammer genoeg worden vele Belgische jongens meegesleurd door de slechte meisjes en kroegen. Maar God dank, en dit hebben we grotendeels te danken aan onze schootsvereniging, zijn we sterk genoeg om aan alle slechte neigingen van de wereld weerstand te bieden. Dat is nog in de tijdsgeest van toen. We hebben vanmorgen de heilige mis in de kerk gezongen. Je ziet, we hebben een zangkoor opgericht van Vlamingen en houden er zo veel mogelijk de moed in. Ja, de moraal, de ene was wat. Ja, ze had al eens te schreeuwen, s'nachts dat boven zijn theewater ging. De andere was een ander karakter, hè. Je kent dat zo. Hè. Dan die mannetjes van 16 jaar, dat was ook erg. Hè. Dat waren de kwaadste veilig. Hè. Die waren nog nooit van moeder schrok geweest. Hè. In juli hebben wij nog ingepakt geworden hier. Ingepakt. Dan zei de commandant, je moet naar Seid, hier een haven hier aan de Middellandse Zee. Je gaat ingescheept worden naar Algerië. Want ze worden aan scharrelen met ons installant. In Toulouse waren ze bezig voor zin te pakken naar Bordeaux en hier was het in Seid.
Maar wij zijn naar Algerië gemoeten hebben. Want dan is er niets meer van gekomen. Die hebben ze de verantwoordelijkheid niet pakken, want die zat er in het zuiden van Frankrijk. Ik veronderstel dat die toch wel van de klas van de jongens van 16 tot en met 19 jaar, dat er toch wel een 120.000 zaten. Dat is geweldig. Bonjour Anna. Et bien aussi. Ja, hé. Comme ça, je suis quand même arrivé, hein. C'est une honte. Oui. Que tout le monde vous attend, hein. Oui, mais vous savez, c'était 4 heures, hein. L'heure est... Il est 4 heures moins quart, hein. Voilà, kijk eens wat straatjes dat er waren. Daar rijden we met de ezelskar door als we ons hout gingen al voor de open haard. Want wij kookten hier in de open haard. Hierboven sliepen we. En hoe brachten jullie de tijd hier door? Wachten. Een stoel hier tegen die gevel. En zitten. Zitten. En eens rondwandelen. En dan ginder ten einde het straatje op de hoek. Woonde de champetter en die mens had maar één arm. En die had een trommel. En die kwam dan, als er berichten waren, op al de hoeken van de straatjes hier. Roffelden hem eens, hè. En als wij pas waren, want ik ben hier de 22e mei reeds toegekomen, dan riep hem rond, avis pour les amis Belges. Dat we moesten naar de mairie komen om ons solden te trekken, dat we moesten komen voor ons te laten vaccineren, dat we dit moesten doen, dat onze luitenant er was voor te komen appel te doen, om te zien dat we hier allemaal waren. En op een zekere ogenblik, ja, we waren wat aan het werken geweest en... Ik wou jonge mannen ondereen een beetje speels worden en we de een en de ander wat te redden en aan het spelen. En van vermoeidheid even onder een vijgenboom gaan zitten voor wat vriesten. En eerst is er iemand die zegt, God, de champetter komt hier aan met de fiets. Hij hoorde hem roepen en toen we zeggen, en alle mannen pakten zijn grief van zijn pios, zijn zes, zijn schop en wij maar werken, hè. En hij begon te roepen van ver, voor crevé. Zeggen, oh, die is sarcastisch, hè. We hebben gezien dat wij niet werkten, hè. Voor crevé. En dan kwam een korter bij en dan zei hij tegen ons, vous n'êtes pas en Belgique, vous savez, il faut faire attention pour le soleil. We zeggen, dat is die meent dat, hè. We hebben veel te hard gewerkt, hè. En de volgende dagen is het werken wel wat verminderd. Nee, maar dat geen Belgische militairen zien, dat was ook niet eens Fransen. Dat worden onder Frans bij velen. Als morgens kan je worden een genoekske brood. Niet veel is. Snoeis, dat is wat veel te soepen. Maar daar moest men met Rijn mee vertrokken worden. Daar van morgen zijn we in een zwemkostuum. En dan zijn we naar Perpignan, naar Zia. Daar gingen we als morgens trekken, hè. Onder die blokken. Maar daar was vrij diep is. Want in die blokken lagen, hè. Dat is vrij diep, hè. En dat was glad, dat we erop, barvoets stond met erop, hè. Die baren smeten over ons, ons hand eronder en krabben onze vingers begon te scharten. En als je grote viersen, ik weet niet of het een wolfvierse worden of iets, en die zagen door als je boven zwieren, hè. Liggen als je bovenwerpig, hè. Maar schrik om, hè. Maar we moeten dat moeten naastleden, hè. In die diepte, hè, maar gevonden ons niet meer, hè. Die hadden die baren over ons liggen, hè. Maar ja, van honger dit te veel, hè. En in een zwembroek, de zwembroek van Mossels, hij wordt met z'n oven getrokken binnen ons kantonnement. Onder de bonen, de trap druiven af, waar we liepen dan tegen. En ging er ook over dat, als z'n oven noemen, ging het als geboer, maar ging er niet verteten. Het was de 6 uur in tijd. Geboer waren ging er niet verteten. Daarbij kregen we toch niet veel eten. Het was ons gezeven, zat met die mossels allemaal te kuisen. En de mossels schreeuwt toen en daar zat met mossels te eten. De Belgische scoutsbeweging is sterk begaan met het lot van de tienduizenden jongens in Zuid-Frankrijk. En biedt Serrier de Moranville in Toulouse haar hulp aan. Op 28 mei krijgt ze de toestemming jongerencompagnies op te richten. Ervaren jeugdleiders zorgen in tal van kantonnementen voor orde, ontspanning en bevoorrading. 1 op 10 jongens voelen zich dankzij de scouts veel minder aan hun lot overgelaten. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is het domein Lille Arnay in de omgeving van Toulouse. Dus hier heb ik het kasteel. In het kasteel hebben we natuurlijk niet gelogeerd, maar in de verschillende bijgebouwen van dit kasteel. Er zijn verschillende kamers laten zijn. Het waren natuurlijk vroege paardenstallen en zo, een garage en al. En dat verdeeld onder een 5-6-tal kamers met kamerschefs. En die kamerschefs dat waren dus vooral scoutsleider en ook student. Om de beurt werden 10-tal mannen aangeduid. Met de stootkaart gingen wij dus in een nabijgelegen stadje, mag ik noemen, want wij staan hier maar in een klein dorpje, met de stootkaart om vlees, om brood en zo. Dus, ja. Dat was in Aubiet.
En terzelfde tijd, als we terugkeerden van Aubien naar hier, kwamen anderen met ook een stootkar, een deel van ons stootkar, of wij kregen dat nog bij, van waar dat kwam. Er werd ook gezorgd, ik geloof dat dat van boerderij kwam, met omleggen voor de groenten en al. Kamerchef had de grote verantwoordelijkheid voor ieder kamer. Dat waren de voornaamste corvées. En dan, laten we zeggen, dat zijn geen corvées. S'morgens is er appel, is er een bepaald uur dat we moesten opstaan. En dan groet aan de vlag en al zo. Dus. En dan hebben we veel, ik zou zeggen, sport mogen doen. Op 21 juli moet ik zeggen, dat is een hele schone herinnering geweest. Want dan heeft onze commandant, commandant Castillo dus, iets speciaals ingericht. Hij had zijn uiterste best gedaan om iedereen tevreden te stellen. Er bestaat er nog een schone herinnering van. Ik heb het nog altijd een menu opgesteld door de kinderen van de commandant, mijn eigen tekeningen en zo. Er stond zelf in het groot geschreven op de muur van de zaal. Vive notre commandant met de Franse en Belgische vlag. Iedere keer die twee vlaggen. S'avonds dan, sportfeesten weer terug op die. Ingericht. Ook vuurwerk, een soort vuurwerk, maar vuurwerk klein, hè. Niet speciaal. Wel een groot vuur gemaakt, aangezien dat veel van onze leiders schouts waren en gezongen. Hè. En, ook alles in pracht, geëindigd dus met het zeggen van een au revoir of zoiets, ik herinner me juist niet, maar toch vele liederen, zowel door de Vlamingen als de Walen. Dus, een speciale dag, ja. Het minste geluk hebben de jongens die in de kampen van Magala, Marseillan en Agde terechtkomen. Dit laatste kamp was begin 1939 opgericht als onderkomen voor het Spaanse Republikeins leger. Het kamp telde 250 barakken van 40 bij 6 meter. 4000 Belgische jongens zitten hier in de zomer van 1940 opgesloten. S'morgens kregen wij een brood en ik meen dat dat voor 8 of 10 man was, dat dat dus in stukken gesneden werd. Wat was daarbij? Geen, ze noemden de jus, de koffie. Maar ik kan mij niet herinneren dat daar enige toespijs of boter bij was. Kan het wel, ik meen dat ik me zou herinneren, maar ik geloof het niet. En s'middags kwam dan de fameuze grote ketels met soep, waar dat enige koolbladeren in ronddreven, waar dat je met moeite enige vezels vlees kon zien, als je geluk had. En dan dachten wij, het was misschien alleen maar een vermoeden, dat die barakoversten, dat zij daar vooraf een deel van namen en dat zij dus konden naar hartelust vissen, als er iets in was, dat ze daar konden van profiteren. De hongerrantsoenen putten de verzwakte jongens verder uit. Door gebrek aan hygiëne en geneeskundige verzorging breken in dit kamp allerlei besmettelijke ziektes uit. Hetgeen ik opgedaan heb was dus een zeer erge buikloop, in zeer hoge graad. En ik zat, om te zeggen, constant op de latrines. Om niet te spreken van toiletten. Dat was dagelijks. Om het kwartuur, 20 minuten, dan moest ik rap van op mijn plank naar ginder lopen en dan terugkeren. En dat ging in zeer erge mate. Ik was werkelijk uitgemergeld. Ik zag heel, dat heb ik achteraf vernomen als ik uit het kamp kwam. Ik geloof dat ik de dood nabij was. En als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Als bij wonder komt een verre verwante op de vlucht in Zuid-Frankrijk de doodzieke Honoré opzoeken. Door haar bemiddeling wordt hij opgenomen door de familie Viviani in de rue Mirabeau in Agde. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez la famille Viviani. Comme je vois sur la sonnette, il n'y a pas moyen de se tromper. Seulement, il y a 50 ans, je suis passé... Mais vous étiez... Belge, oui, oui, rue Mirabeau, j'ai été rue Mirabeau. Mais à cette époque-là, vous étiez au front. Oh, oui, donc, oui, oui.
Là, je ne vous ai pas vu, mais oui, et ça fait une gueule, je crois. C'est moi qui étais là, lui, il n'y était pas beaucoup, vous comprenez? Bon, après 50 ans, vous méritez quand même les fleurs. Vous n'avez pas trop changé quand même. Je vais vous embrasser. Attendez, j'enlève mes lunettes. Eh bien, vous savez. Très heureux de vous revoir en bonne santé. Les fleurs sont très jolies. Vous rentrez ou quoi, ou on s'en va de suite? Ben, non, rentre, je ne sais pas. On rentre. Je voudrais bien voir votre intérieur. Oui. Regardez ce que j'ai gardé. Encore. Oui, maintenant. Je sors mes documents. Ce sont les photos, là. Je me donne la nôtre. Du fameux banc où nous étions. Voilà. Ah, mais voilà. Ah, assez, là. C'est assez petit. Mon père, ma mère, oui, ma femme. Maman. Ça, c'est... Oui, oui, elle est là, ça, Blanche. C'est Blanche. Oui, ma fille. C'était le plus jeune des fils. C'était le plus jeune, vous voyez, mais j'étais 50 ans. Oui. Mon père. Oui. Mais Joseph. Niet alle jongens blijven de hele zomer in hun Zuid-Franse kampplaats. Op 31 mei, drie dagen na de Belgische capitulatie, geeft de regering aan de Fransen de toestemming om werkcompagnies te vormen. De Fransen vragen 10 compagnies van 250 man voor werk achter de linies. In de beruchte 8 chevaux 40 hommes goederentreinen worden ze naar het front bij de Italiaanse grens, de Maginot-linie en de Seine gebracht. Frans Wijns maakt deel uit van de 4 compagnies die op 8 juni aan de Seine worden ingezet. We lagen de nacht van 8 op 9 juni in het bos van Champenard met de troepen van het 10e Franse leger. In de nacht werd dat bos gebombardeerd en gemitrailleerd en de Franse legerleiding besliste dat het bos moest geëvacueerd worden. In de voormiddag vertrokken praktisch alle Franse troepen, alle Franse soldaten, wel wij rond de middag in gespreide groepjes naar Évreux moesten aftrekken. Dat was 18 kilometer met opdracht regroupement à Évreux. Het was natuurlijk een onbekende streek. Het was snikheet. We hadden geen bevoorrading gekregen gedurende 4 dagen. Het was een zeer lastige tocht. Maar op dat ogenblik dat de eerste groepjes van onze jongens door de straten van Évreux trokken, vielen de bommen van de Duitse luchtmacht. En die bombardementen hebben aangehouden tot laat in de avond, rond 11 uur. Voor mij, het is alsof ik het nog vandaag beleef. We hoorden de bommen fluiten. We zagen de gevels instorten rondom ons. We hebben stof gegeten. Met de mond zo droog dat je stof niet kon uitspuwen. Zo dwaalden wij over de straten. We hebben doden zien liggen, gekwetsten. Niet wetend waarheen zijn we tot middernacht door Évreux gedwaald. Een straal van 100 meters, zal ik het noemen, zijn 51 van ons lotgenoten gevallen. Het grotendeel in de buurt van het station, maar ook anderzijds in de hoofdstraten van Évreux. Wij hadden geen identificatieplaatje bij ons. Wij hadden niets, geen badge. We werden gewoon, of van die jongens zijn gewoon als Cor en Connu, eerst voorlopig begraven aan het station en later zijn ze hier overgebracht in een massagraf. O victime en Connu à Évreux.
Wel, dat is het terribele misschien, als we het zo noemen mogen, dat de ouders zelf niet weten dat hun zonen hier liggen. 51 jongens. In de fleur van hun leven. Geknakt. Waarom? Administratief zijn ze afgeschreven als vermisten. Maar officieel is er geen enkel van die 51 jongens die geïdentificeerd zijn. Dat was nog het verschrikkelijkste. Wij gingen tussen aftrekkende Franse troepen, vluchtelingen, zwaar beladen met pak en zak. En wij, jonge gasten, die onderling een vreemde taal spraken, uiteraard voor hun. Wij liepen daar met een klein valiesje en een deken opgerold over onze schouders. En wij werden aangewezen als les parachutistes, les membres de la cinquième colonne. De paniek in Évreux was zo groot dat ze in ons de parachutisten zagen. Vooral degene die jongens die een rode deken droegen, dat waren de aanwijzingen om voor de Duitse vliegers om hun bommen te laten vallen. Er zijn er verschillende die hun deken hebben moeten afgeven bij een controle. Bij controle, als we ons dan legitimeerden als Belgen, dan werd er ons lachwekkend gezegd, maar dat is gans onmogelijk. Hoe kunde jij, Belg, nog hier in Évreux op 9 juni, te zeggen 14 dagen nadat de Belgische troepen gecapituleerd hebben, wat komt gij in het noorden van Frankrijk nog doen als jonge Belgen? Op 25 juni legt ook Frankrijk de wapens neer. Enkele dagen ervoor heeft de Belgische regering verklaard dat alle krabs burgerlijke vluchtelingen zijn. De meeste ontsnappen zo aan de Duitse krijgsgevangenschap. De repatriëring vanuit Zuid-Frankrijk zal tot november 1940 aanslepen. Het was 25 juni op de avond, om 9 uur 's avonds. Ik stootte de poort open, ging de koer door, vader stond achter in de tuin en die bekeek die clochard die naar hem toe kwam. Een baard, een jongmansbaard, een gezicht vol puisten, kleren. Ik had mijn vest nog over mijn schouder, maar dat moet geleken hebben als een vogelschrik. Graadmager dat ik was. Schoenen, dat waren nog zolen met koorden aan de voeten gebonden. En dan, ja, vader vroeg, voor wat is het? En op 5 stappen van hem kon ik zeggen, vader. En toen eerst herkende vader zijn zoon. Is er een koninklijk besluit gekomen dat men erkend worden. Dus, ja, dat is alles. En ze willen ons een medaille geven. En geld, voor het geld hebben we het niet gedaan. Hè. We hebben het gedaan voor ons vaderland. Hè. Maar het vaderland is aan ons niet gedacht. Hè. In de verste verte niet. Nog in een bedank. Stel maar eens voor. Maar we zullen er niet van wakker liggen. Ze hebben met ons gezold. Tot en met. Ik denk dat we ons plicht gedaan hebben. Nee, nee.